Nu zal ik even glimlachen. Een hoorspel van Andrew Davies, vertaald door Arie van Nierop. Regie, Ad Leukler. Zo is het, Arthur. Kwaliteit blijft toch een kwaliteit. Hoeveel jaren komen we hier nou aan? En het eten is altijd even net. Nee. Wil jij nog een stukje toe? Nee, mam, dank u. Ik zal vragen of het meisje nog wat brengt. Nee, mam, doe het nou niet. Ik eet het toch niet op. Goed, jongen, dan vraag ik het niet. Ze zitten naar ons te kijken. Wie? Het bevalt me helemaal niet de manier waarop ze zitten te loeren. Wie dan toch? Niet zo hard, Arthur. Die hebben ze daar, in die hoek. Ik denk dat zij die tafeltje hadden willen hebben. Ze hebben hun plaats ingenomen. Ach, wel nee. Ik weet het zeker. Ze weten dit tafeltje hebben, want jij hebt hier het beste uitzicht. Glim nog eens tegen de apen. Zag je dat? Ze hebben geen manieren. Ik kan me best voorstellen waarom ze dit tafeltje niet lang gehad hebben. Als ik mevrouw Nolens was, zou ik ook zulke mensen niet aan een tafeltje bij het raam willen hebben. Voorbijgangers krijgen een indruk van een hotel, Arthur. Daarom wil mevrouw Nolens graag dat wij hier zitten. Denk je dat ook niet? Wat? Ja, dat is natuurlijk. Ja. Ga je nog naar het strand? Ik denk dat ik maar even naartoe loop om te kijken. Ach, dat is een leuke. Wat? Dat aardige meisje, daar. Ik geloof dat ze naar jou keek. Ik geloof er niks van. Waar is ze? Ze ging net voorbij het raam. Je moet je ogen open houden, Arthur. Ze kijken ook allemaal naar jou. Dat bent u. Oh, je bent toch niet de eerste, de beste. Jongen, er zit nog wat thee in de pot. Nee, dank u, ik niet meer. Ik denk dat ik nog maar een kopje neem. Ze kijkt deze kant uit, Arthur. Wie? Je weet het beste niet bedoeld. Meisje daar, in de hoek. Ze kijkt weer hierheen. Glimlachen, Arthur. Ze is helemaal alleen. Ik denk dat ze vandaag gekomen is. Ze ziet nog zo bleekjes. Nou zal ik tegen haar glimlachen. Zo. Gaat u mee een eindje wandelen? Oh, nee, nee, niet voor de koffie. Ik ga rustig in de lounge zitten om ansichtkaarten te schrijven. Je moet van mij geen last hebben. Ik loop je maar in de weg. Hoe gaat u nou maar mee? Nee, ik hou het bij mijn ansichten. Ga jij maar lekker wandelen naar de haven. Nou, goed dan. En ik zou mijn short aantrekken als ik jou was. Nee, dat doe ik maar niet. En waarom dan? Nee. Het wordt beslist warm. Vind je je short niet mooi? Ja, tuurlijk. Ik vind hem erg mooi. Het heeft ook een heel tijdje geduurd voor ik hem uitgezocht had. De man in de winkel zei nog... Het is een erg mooie short, maar je moet er wel de benen voor hebben om hem te dragen. Oh, daar mankeert het niet aan, zei ik. Hoe kan trek ik hem vanmiddag wel aan? Zoals je wilt, af. Ah, dat is een leuke, vind je niet? Ja, dat kan. Oh, ik zie nou dat het een mooie tijd voor je was van ja, af. En maak je maar niet druk om mij. Ik heb het altijd best naar mijn zin als ik in een strandstoel zit. Dan schrijf ik op mijn gemak naar anders. Ze staat op. Ze gaat weg. Glimlachen, Arthur. Nou zal ik even glimlachen. Mm-hmm.
Daar is het. Ja. En die? Oh, daar is het. Is te dik. Wat is het ding nou? Blank en blank. Goedemorgen. Goedemorgen. Zoekt u help, hè? Nee, ik loop zomaar wat rond. U logeert toch in het Miramar Hotel? Ja. Hebben u gezien? Aan het ontbijt, ja. Is dit uw eerste dag? Ja, ik ben gisteravond gekomen. Het is hier leuk? Oh ja, ik ga toch nog altijd hier naartoe. Is het rustiger? Wat zoekt u eigenlijk? Alleen maar wat platte steen. Waarvoor? Oh, die kun je zo lekker over het water schelen. Ja, dat weet ik. Kunt u het goed? Soms wel. Laat me zien. Ja, je moet er wel goede steentjes voor hebben. Ja, dat begrijp ik. Kijk eens, deze. Is deze goed? Ik geloof het wel. Laten we maar eens proberen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik geloof het wel goed, hè? Ja, niet slecht tenminste. Probeer het ook eens. Oh, ik geloof niet dat ik het kan. Je moet vlug je pols bewegen terwijl je gooit. Om de steen effect te geven. Kijk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. U bent een genie. Oh, dat doe ik al sinds ik een kleine jongen was. Altijd hier, dezelfde plek. We komen hier ieder jaar met onze vakantie. En altijd ben ik steentjes gaan keilen. Ik had het idee. Ja, ga verder. Ik had het idee dat het steeds beter zou gaan als ik maar bleef oefenen. Dan zou ik zo ver komen dat de steen altijd kan blijven springen. Tenminste, zolang ik hem kon zien. Dat was natuurlijk erg dom. Maar toch wel een aardig idee. Oh, dat me helemaal te pakken. Het heeft jaren geduurd voordat ik in de gaten had hoe achterlijk het is. Maar u komt toch nog altijd hier naartoe? Ja. Ja, ik mag ze nog altijd graag zien kijken. Probeer het nog eens. Ja. Toen ik nog een klein meisje was, ben ik hier ook eens met vakantie geweest. Ik was 8 jaar. Hoe oud bent u? Wat zegt u? Hoe oud bent u? Ik vraag me af of we hier samen op dezelfde leeftijd geweest zijn. U vindt het toch niet erg dat ik het vraag? 32. Ik ben 33. Ik was waarschijnlijk groter dan u. Ik droeg toen ook al een bril. Een bril van de gezondheidsdienst, weet je wel. Wat was toen natuurlijk nog geen gezondheidsdienst, maar het was wel zo'n bril. En een burgertje om de tanden. Oh. Ja, maar dat heb ik tegenwoordig niet meer. Je bent wel helemaal veranderd. Dank u, ik weet hoe ik eruit zie. Ik bedoel toch niet dat u me herkent? Nou, misschien wel. Nee, ik denk het niet. Ik ging in die tijd niet veel met andere kinderen om. Ik hield trouwens helemaal niet van vakantie. De zeeën betekende niets voor me. Wat ik wel graag deed, dat was in de grotten kruipen. Ik bleef er dan de hele tijd in zitten, tot ik de tijd vond om er weer uit te gaan. Keilen met steentjes of zo, dat deed ik helemaal niet. Vindt u het een goed hotel? Ja, heel goed. Ik vind het alleen vervelend dat alles zo uitgerekend is. Tot het laatste stukje doos toe. Als u wat meer vroeg, zou ik het best kunnen krijgen, geloof ik. Ze zijn heel geschikt. Oh, dat durf ik nooit. Je kan veel te goed zien dat alles precies berekend is. Dat schijnt altijd zo te zijn in zulke hotels. Ze schijnen er een soort handleiding voor te hebben. Zoveel van dit en zoveel van dat. Zodat alles gewoon opgaat en niemand van de gasten ooit om meer vraagt. Nou, dat geloof ik echt niet. Hoor. Ik wel. Ik ga ervoor zorgen dat ik de laatste dag een enorme eetlust heb. En ik schop het hele boel in de war. Ja, u denkt natuurlijk dat ik niet goed bij mijn hoofd ben of zo. Nee, toch niet. Het is de zedig. Die maakt altijd dat ik wat dicht in mijn hoofd ben. Weer mislukt. Houdt u van wandelen? Ja, waarom? Nou, we zouden vanmiddag naar de top van de rots kunnen gaan wandelen. Als u daar zin in hebt.
Je kan er helemaal tot het eiland toe kijken. Ja, dat zou ik erg leuk vinden. Goed. Maar nou moet ik toch echt gaan. Ik moet toch aanzichten. Tot vanmiddag dus. Na de lunch. Nou, een grote paddensteen. In de wacht. Even kijken. Dat ik hier de hele ochtend zon zou hebben uit de wind zou zitten. Heb je het leuk gehad? Ja, ik ben naar de haven geweest en... Och, kijk eens. Dat is een knap meisje, Alfa. Er zijn er niet veel van het jaar, vind je ook niet? Ja, geloof ik wel. En ze kijken allemaal naar jou. Ik zal u beter maar voor. Ik ben een doodgewone jongen. Kom, kom, niet zo bescheiden. Ja. Er zijn ook weer veel meer bikinis in dit jaar, hè? Ik zie wel dat jij er aandacht voor hebt. Persoonlijk ben ik niet zo dol op al die navels. Ik denk dat het nooit naar me opgekomen om een navel te laten zien. Het is een mooi gezicht, Arthur. Oh, ik mag het wel zien. Ze zullen het wel doen om jullie mannen aan te trekken. Dat schijnt wel te lukken ook, anders deden ze het niet. Zouden ze niet doen om alleen maar mooi bruin te worden? Je bent soms wel erg naïef, Arthur. Waarom heb je nou je short niet aan? Je weet dat die je zo goed staat. Ik ben nog maar net terug van de havenman. Met al die jonge meisjes die met hun navel lopen te vigileren, mag jij toch op zijn minste knieën wel bruin laten worden? Misschien trek ik hem vanmiddag al aan. Goed, jongen. Dan kun je meteen lekker gaan zwemmen. Ik heb gezien dat ze je vanmorgen achterna is gegaan. Wie? Ik zag dat ze dezelfde weg in sloeg als jij. Naar de haven. Wie heb je het nou toch? Dat weet je best. Dat meisje dat hier helemaal alleen is. Met die bril. Ik had meteen al in de gaten dat zijn oog niet jou heeft. We hebben bij de haven een plaatje gemaakt. Oh. En vanmiddag gaan we wandelen naar de rotsen. Zo, zo. Dat noem ik pas hard van stapellopers. Zit het gauw van elkaar. Een recordtijd. Ik zie wel dat ik van de week heel wat anders te versturen krijg. Zeg, want ik zeg toch niet dat ik de hele dag met haar uit ga. Neem vanmiddag maar. Ze vangen jou zo gauw niet, hè? Nog altijd een vrolijke vrijgezelle, Alfa. Met heel veel vriendinnen, dat wel. Maar er is altijd nog de vrije jongen die niet van plan is om te gaan trouwen. Oh, ik zou best willen trouwen, man. Oh, nee. Dat zit in jouw karakter, Alfa. Je bent een echte, vrijgevochten jongen. Nee, jou slaan ze zo gewoon niet aan de haak. Ik zou wel eens willen weten of ze ons kunnen zien. Ze willen wel. We staan voor hun aan de horizon. Wat zijn er ontzettend veel mensen op het strand. Wel duizenden, denk ik. Toch typisch dat je niks hoort. Ja. Daar beneden moet het een heksenketel zijn. Je begrijpt niet waarom ze allemaal op een kluitje blijven zitten bij de pier. Het strand hier beneden is praktisch verlaat. Ik wil mezelf met elkaar graag zien. Om elkaar ervan te overtuigen dat ze naar hun zin hebben. Zit je moeder daar ook? Oh ja. Je zit graag in een strandstoel midden tussen de mensen. Ga je altijd met je moeder op vakantie? Ja, dat hebben we altijd al gedaan. Ben je enig kind? Ja. Dat was ik ook. Zeg, vind je dus wie heet? Arthur.
En ik heet Rhoda. Rhoda? Dat was de mooiste naam die mijn ouders voor me konden bedenken. Er is een tijd geweest dat ik niet eens opkeek als ze mijn naam noemde. Ik heb er dikwijls over gedacht om van naam te veranderen als ik eenmaal volwassen was. Ik had tegen jou best kunnen zeggen Mary of Charlotte of zoiets. Maar ja, ik heb me ermee verzoend. En je ouders dood? Nee, waarom denk je dat? Niet dat ik ze tegenwoordig dikwijls zie. Ik zag mezelf net altijd zo'n beetje een dienstmeisje worden, weet je wel? Ja. Ik vind dat je dat moet doen. Ik bedoel niet iemand als jij, jij bent een man, voor mannen is het anders. Als ik er niet uitgegaan was, van mijn eigen baan, mijn eigen kamer, dan zou ik het gevoel hebben gekregen dat ik niet leefde. Het zou niet meer geweest zijn dan een boom in de tuin. Ja, ik begrijp het. Jouw moeder lijkt me heel wat minder beslag op je te leggen. Ja, ze wil me mijn eigen leven laten leven. Dan heb jij geluk. Ja. En je hebt geen neiging om eruit te gaan en helemaal op jezelf te gaan leven. Ach, ik weet het niet. Niet waar. Ik zit je heel onbeleefd uit te horen. Je houdt er geloof ik niet van om door een vreemde uitgehoord te worden op die manier van leven. Nee, dat is het niet. Ik probeer erna te denken. Ieder jaar als we hier zijn, vind ik het leuk om er in mijn eentje op uit te gaan. Je hoeft hier maar even door te lopen. En je bent in een volmaakte wildernis. Beneden zie je geen mens. Je kunt net zo lang doorgaan tot je alleen nog maar zeemeeuwen ziet. Nog verder en je ziet helemaal niets meer. Niets anders dan de zee en de lucht. Dan ben je volkomen op jezelf. Het lijkt alsof er niemand anders op de wereld bestaat. Zou je eens een keer met mij naartoe willen? Ja. Maar dan ben je niet meer alleen. Dat zou ik niet erg vinden. Ik heb erover nagedacht. Nee, ik zou het beslist niet erg vinden. Ik geloof dat het tijd wordt om terug te gaan. Maar ga een keer met me mee. Ja, als je het graag wilt. Goed. Nooit genoeg van gebraden kip, is het al, Arthur? Nou, 7 dagen in de week zal wel te veel van het goede zijn. Ik weet het nog niet, Arthur, ik weet het nog niet. Wat slecht zo'n week anders zijn. Die mensen hebben het ook alweer gehad. Wie bedoelt u? De mensen die voor ons dit tafeltje hadden. Het spijt me voor nauwelijks niks dat ze weg zijn, denk ik. Heb je gisteravond die flessen bier zien binnenbrengen? Nee. Ik had nooit gedacht dat ik in dit hotel bier te zien zou krijgen. Nog even, het worden blote navels. Ze eet niet veel. Wie? Je lieve vlam, je weet wel. Ze heeft de eetlust verloren. Maar ze zal er denk ik geen spijt van hebben dat ze naar dit hotel is gekomen. Nou, ik ook niet. Het is in elk geval heel prettig voor een meisje dat op er eentje vakantie houdt. Ik zat aan te denken, man. Waar zat je aan te denken? Of ze het niet prettig zou vinden de laatste dagen aan ons tafeltje te eten. Dat zou geloof ik niet verstandig zijn, Arthur. Je moet aan tafel altijd een beetje afstand houden, vind ik. We kunnen hier vandaan toch best nu en dan tegen de glimlach, hè? Nou, ik zou het leuk vinden als u kennis met haar maakte, man. Dat zal toch wel gebeuren voordat ik wegga. U zou toch ook eens mee kunnen gaan als we een wandeltocht maken? Dat zou helemaal niet prettig zijn voor jou, Arthur. Vermaak jij je nou maar. Ik ben al blij als ik in de zon mag zitten en aanzichten schrijven. Vindt u het echt niet vervelend om alleen achter te blijven? Ik weet hoe jullie mannen zijn. Je wilt zoveel mogelijk met haar bij de drukte vandaan. En daar heb je gelijk in. Ik ga naar het paviljoen om naar de muziek te luisteren. Je hoeft om mij helemaal geen zorgen te maken. Ik maak me geen zorgen.
niet dat iemand jou zou kunnen tegenhouden als je je zinnen ergens opgezet hebt. Ik heb het op al mijn aanzichten geschreven. Arthur is weer op het oorlogspad. Op het oorlogspad? Dat heb je toch niet geschreven? Oei, ik hoop dat je het niet een onkieze uitdrukking vindt, Arthur. Zo zeggen ze tegenwoordig allemaal, op het oorlogspad. Hm. Ik vind het een goede uitdrukking. Maar misschien heb jij gelijk. Oh, kijk, ze staat op. Ze gaat weg, Arthur. Ze heeft geen pudding genomen. Glimlacht tegen haar. Goed zo. Nou zal ik glimlachen. Oh, ze is weg. Ik bedoel het nou. Geen mens te bekennen. Je ziet hier nog uit de wind ook. Kijk, daar vindt ze de wind door de struiken waaien. Wat rustig hier, hè? Je hebt het toch niet koud? Nee. Het is warm in die rot hier. Net als in de palm van je hand. Nee. Als je op de vorm afgaat, lijkt het meer een aanschoten. Die plukjes glas in het haar. Nog een keer. Weet je zeker dat je niet koud hebt? Ik kan wel een beetje dichterbij kruipen. Is dat bedoeld? Wat? Begrijp je me niet. Nee. Die advertenties voor sigaretten op de televisie. Verwaaide haren en rode wangen. En het geluk wordt volmaakt met een grafpaaltje. Oh, spijt me, ik heb geen sigaret, ik rook niet. Ik bedoelde niet dat ik een sigaret wil hebben. Neem me niet kwalijk als ik je stemming door mijn gekke gepraat bedorven heb. Was niet een probleem. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het prettig om te horen hoe je over die dingen denkt. Ik dacht er alleen maar aan hoe onzinnig die dingen zijn. En die advertenties bedoel ik. Als je goed kijkt, zie je verstand alleen maar mensen zoals wij. Ik met een bril die me niet staat, omdat geen enkele bril mooi staat. En jij in die short. Wat is niet goed met mijn short? Oh, dat is veel te nauw. Dat ik de hele week al willen zeggen. Ik dacht allemaal dat hij mij heel goed paste. Natuurlijk. Hij staat je echt leuk. Maar je hebt heus nog wel interessante dingen aan je dan je short. Je bent echt. Niet alleen is echt. Dat vind ik niet. Wie dan niet? De mensen die dat bedenkt is bijvoorbeeld. De mensen die ze bedenkt. Kunnen toch ook niet echt zijn? Dat is echt een stokpaardje van me. Ik praat er soms met de meisjes over. Het is een soort zelfverdediging. Waar geef je eigenlijk les in? In Engels. Ik geef les in Engels aan meisjes die zien. En dat de meeste bereik ik niet fundeert omdat zo jonge dames leren praten, hoe ik ook mijn best doe. En handelsbrieven schrijven zonder al te veel fouten. En soms leren ze een beetje meer, de beste dan. En dan gaan ze naar de universiteit. Leren ze nog betere handelsbrieven schrijven. Of zo'n advertenties over sigaretten en de mooie duimen. Of ze halen een onderwijsakte en geven Engelse les aan een jonge dame. Ik praat nog wel cynisch. Alver. Ik heb wel eens de neiging gehad om ze door elkaar te schudden. Om ze zich te laten realiseren dat ze bezig waren mummies te worden. Om ze te laten voelen dat ze werkelijk leefden. Zelfs tegenwoordig voel ik nog wel eens een enkele keer de neiging. Dan probeer ik het met een stukje poëzie. En dan zie ik die gezichten daar eens veranderen. Luister, Arthur.
ken dit. Leef al uw kracht, uw moed en al. Uw zoetste zachtheid tot één bal. En draag uw vreugde dapper voort. Tot aan de ijzeren levenspoort. Dat is van Andrew Marvel. Aan zijn bedeesde geliefde. Ik heb het op school nog gelezen, geloof ik. Maar zo heb ik het nog nooit gehoord. Vind je het niet mooi? Ik geloof het wel. Maar het is poëtisch, hè? Gewone mensen praten niet zo. Hoe bedoel je dat? Nou, die voelen die dingen niet zo aan, denk ik. O ja, toch wel. Als ze zich er maar voor openstellen. Ik bedoel, waarom zou een dichter of een model in advertentie alleen maar de beschikking hebben over woorden als hartstocht en vreugde? En nog zoveel meer. Niet. Zou je van uitgesloten zijn, bijvoorbeeld als je een bril draagt en rode heet? Ik weet het niet. Mag ik je een zoen geven? Ja. Ik geloof dat het tijd wordt om terug te gaan. Nou, waarom? Over een half uur moet ik wel eten. Oh ja. We zullen nog voort moeten maken. Ja, dat zal wel. Over hartstocht hebben we het al gehad. Nou komt het niet. Ja, binnen. Oh, ben jij het, Arthur? Ik lag net even te rusten. Ik dacht dat je te laat zou komen voor het diner. Je bent erg lang weggebleven. We zijn verder gegaan dan we van plan waren. Maar ik ben toch in elk geval op tijd voor het eten. Nog maar een paar keer eten voordat we weer naar huis gaan, Arthur. Vind je het jammer? Ja, de tijd is voorbij gevlogen. Je hebt het wel naar je zin gehad, geloof ik, hè? Je had tenminste heel wat meer vertier dan in andere jaren. Ik weet niet of ik jou wel zo moet zien. Oh, het is altijd aardig om een kleine romance te hebben, als je het maar niet ernstig opvat. Ik vind dat je wel wat dikwijls bent uitgeweest met juffrouw Wilson, Arthur. Niet dat ik me niet vermaakt heb met het schrijven van mijn aanzichten. Maar het is toch een beetje een vreemde, eenzame vakantie voor me geweest. Spijt me dan. Maar u hebt er zelf op aangedrongen dat ik uit zou gaan. Ach, mijn moeder mag zich niet opdringen, Arthur. Het was ook zomaar een opmerking van me. Ik vind het helemaal niet erg. Het verwonderde me alleen een beetje dat je zo hard van stapel liep met juffrouw Wilson. Verwonderde? Ja. Om je keuze. Het lijkt me best een aardig meisje. En aan haar kleren te zien heeft ze wel smaak. Dat is nog niet bepaald een schoonheid. Nou, ik ook niet. Jij bent een lot uit de loterij, Arthur. Dat weet je best. Ik begrijp niet waarom je nou nooit met ons bent meegegaan. U hebt daar bijna niet gesproken. Ach, op mijn leeftijd geloof je het wel. Dan vind je dat je al genoeg mensen kent. Het is echt niet zo gewoon als ze eruit ziet, mams. Het is heel interessant. Ze geeft les in poëzie. Oh ja, schat. Ze heeft een grote vitaliteit. Ik geloof zelfs dat ze hartstochtelijk is. Arthur? Je weet dat ik zulke dingen liever niet hoor. Maar dat bedoel ik ook niet. Ik vind het prettig om te weten dat je je amuseert. En ik weet dat volwassen mannen dat graag doen. Op een bepaalde manier. Ik zei dat ik dat niet bedoelde. Geef me een kans, lieverd. En ja, zoals ik zeg, ik gun je pleziertjes. Maar er zijn dingen over waar tussen moeder en zoon niet over gepraat moet worden. Dat bedoelde ik ook helemaal niet. Oh nee? Nee. Ik bedoelde dat ze... Nou ja, dat ze gevoelens heeft. Die ze niet altijd probeert te verbergen. Ze is vitaal. Ik geloof dat je beter kan zeggen brutaal, Arthur.
Wat bedoelt u? Maar beste jongens, is toch geen bakvis meer. Je kan wel zeggen dat ze is blijven zitten, geloof ik. Ze wil met alle gevallen een man hebben gehad. Ze wil jou. Stel dat. Ik ben net zo oud als zij en ik ben ook heus geen beeld. Ik heb dit half haar verstandig gevoel. Waarom zou ze dan niet? Maar Arthur, voor een man is het heel wat anders. Een man mag zich in zo'n situatie niet te grabbel gooien. Hij is vrij om zijn eigen keus te maken. En zo'n man ben je toch, is niet zo? Ach, het ligt niet in je natuur om je nu al aan de eerste de beste te binden. Ik weet het niet. Nee, natuurlijk niet. En dan krijgt toch zeker een juffrouw Wilson niet de kans om je aan de haak te slaan. Misschien wel een van die knappe jonge dingen met een bikini aan. Ja, maar je laat zien. Ah, het moet wel een heel mooie zijn die jou en hem net te vangt. Ik weet het niet. Jij bent zo'n stil water met diepe gronden. Ah, zelfs je moeder weet niet precies wat er in je omgaat. Breng me mijn haarborstel eens hier, wil je? En barstel mijn haar eens voor me. Maar het was een heel prettige vakantie. Hoe ben je daar, Arthur? Heb je de rekening betaald? Ik heb nog even staan praten met mevrouw Nolens. Ze zegt dat we het hoektafeltje kunnen krijgen wanneer we maar willen. Het staat altijd voor ons klaar. Zijn die laatste dagen niet omgevlogen? Ja, ik zeg het wel. En je bent zo lief voor me geweest. Ik heb bijna geen tijd gehad om aanzichten te schrijven. En nou, we gesprekken weet ik niet wat ik moet zeggen om de film een beetje te vergulden. Tot volgend jaar? Ja, dat is het. Jij staat de spijker op de kop. Tot volgend jaar. O, Arthur. Kijk, daar komt je voor Wilson uit het restaurant. En loop dan niet weg, Arthur. Goedemorgen, juffrouw Wilson. Goedemorgen, mevrouw Ford. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan er vandoor vandaag. Ik had niet begrepen dat het jou zo gauw zou gaan. Ja, de tijd vliegt voorbij als je met vakantie bent, vindt u niet? Ik heb u bijna niet gesproken. Maar in het restaurant hebben we tenminste zo nu en dan naar elkaar kunnen glimlachen. Ik vind het prettig dat u en Arthur dat aan elkaar gehad hebben. Ja. En blijft u nog wat? Tot na de lunch. We zullen die maaltijden wel missen, nietwaar, Arthur? Ja, ik denk het wel. Wat mij betreft, ik hoef hier nooit meer een hap te eten, mevrouw Ford. Oh, nee? Nou ja, ieder zijn smaak. Is dat onze taxi, Arthur? Ja, mam. Nou, dan moeten we er vandoor. Goeiedag. Goeiedag. Laten we liever zeggen tot ziens, bijvoorbeeld. Misschien zien we elkaar hier weer. We komen hier ieder jaar, nietwaar, Arthur? Oh ja, we komen hier ieder jaar. Kom mee, Arthur. Maak het portier voor me open. Zitten we dan? O, ze staat er nog, Arthur. Ze kijkt ons na. Ze zwaait. En waarom kijkt hij nou niet, Arthur? Glimlach nou eens tegen. Ja, zo is het goed. Zal ik even glimlachen? Was een hoorspel van Andrew Davies dat werd vertaald door Arie van Nierop. Arthur Ford werd gespeeld door Hans Veerman, mevrouw Ford, zijn moeder, door Annie Meunier. Rhoda Wilson was Joke Hagelen. De regie had Ad Leupler.
Ik ga rustig in de lounge zitten om ansichtkaarten te schrijven. Je moet van mij geen last hebben. Ik loop je maar in de weg. Hoe gaat hij nou maar mee? Nee, ik hou het bij mijn aanzichten. Ga jij maar lekker wandelen naar de haven. Nou, goed dan. En ik zou mijn short aantrekken als ik jou was. Nee, dat doe ik maar niet. Ah, waarom dan? Nee. Het wordt beslist warm. Vind je je short niet mooi? Ja, tuurlijk. Ik vind hem erg mooi. Het heeft ook een heel tijdje geduurd voor ik hem uitgezocht had. De man in de winkel zei nog, het is een erg mooie short. Maar je moet er wel de benen voor hebben om hem te dragen. Oh, daar mankeert het niet aan, zei ik. Hoe dan trek ik hem vanmiddag wel aan? Zoals je wilt, Alf. Ah, dat is een leuke, vind je niet? Ja, dat kan. Oh, ik zie nou dat het een mooie tijd voor je was van ja, Alf. En maak je maar niet druk om mij. Ik heb het altijd best naar mijn zin als ik in een strandstoel zit. Dan schrijf ik op mijn gemak naar anders. Ah, ze staat op. Ze gaat weg. Glimlachen, af, hè? Nou zal ik even glimlachen. Goedemorgen. Zoekt u geld, hè? Nee, ik loop zomaar wat rond. U logeert toch in het Miramar Hotel? Ja. Hebben u gezien? Aan het ontbijt, ja. Is dit uw eerste dag? Ja, ik ben gisteravond gekomen. Het is hier leuk? Oh ja, ik ga toch met altijd hier naartoe. Is het rustiger? Wat zoekt u eigenlijk? Alleen maar wat platte steentjes. Waarvoor? Oh, die kun je zo lekker over het water schelen. Ja, dat weet ik. Kunt u het goed? Soms wel. Laat me zien. Ja, je moet er wel goede steentjes voor hebben. Ja, dat begrijp ik. Nou zal ik tegen de glimlachen. Zo. Gaat u mee een eindje wandelen? Oh, nee, nee, niet voor de koffie. Ik ga rustig in de lounge zitten om ansichtkaarten te schrijven. Je moet van mij geen last hebben. Ik loop je maar in de weg. Hoe gaat hij nou maar mee? Nee, ik hou het bij mijn aanzichten. Ga jij maar lekker wandelen naar de haven. Nou, goed dan. En ik zou mijn short aantrekken als ik jou was. Nee, dat doe ik maar niet. Ah, waarom dan? Nee. Het wordt beslist warm. Vind je je short niet mooi? Ja, tuurlijk. Ik vind hem erg mooi. Het heeft ook een heel tijdje geduurd voor ik hem uitgezocht had. De man in de winkel zei nog, het is een erg mooie short. Maar je moet er wel de benen voor hebben om hem te dragen. Oh, daar mankeert het niet aan, zei ik. Hoe dan trek ik hem vanmiddag wel aan? Zoals je wilt, af. Ah, dat is een leuke, vind je niet? Ja, dat kan. Oh, ik zie nou dat het een mooie tijd voor je was van ja, af. En maak je maar niet druk om mij. Ik heb het altijd best naar mijn zin als ik in een strandstoel zit. Dan schrijf ik op mijn gemak naar anders. Ah, ze staat op. Ze gaat weg. Glimlachen, af, hè? Nou zal ik even glimlachen.
open. There is it. Goedemorgen. Zoekt u geld, hè? Nee, ik loop zomaar wat rond. U logeert toch in het Miramar Hotel? Ja. Hebben u gezien? Aan het ontbijt, ja. Is dit uw eerste dag? Ja, ik ben gisteravond gekomen. Het is hier leuk? Oh ja, ik ga toch met altijd hier naartoe. Is het rustiger? Wat zoekt u eigenlijk? Alleen maar... Dat is poëtisch, hè? Gewone mensen praten niet zo. Hoe bedoel je dat? Nou, die voelen die dingen niet zo aan, denk ik. O ja, toch wel. Als ze zich er maar voor openstellen. Ik bedoel, waarom zou een dichter of een model in advertentie alleen maar de beschikking hebben over woorden als hartstocht en vreugde? En nog zoveel meer. Echt niet. Zou je van uitgesloten zijn bijvoorbeeld als je een bril draagt en rode heet? Ik weet het niet. Mag ik je een zoen geven? Ja. Ik geloof dat het tijd wordt om terug te gaan. Nou, waarom? Over een half uur moeten we wel eten. Oh ja. We zullen nog voort moeten maken. Ja, dat zal wel. Over hartstocht hebben we het al gehad. Nou komt het niet. Ja, binnen. Oh, ben jij het, Arthur? Ik lag net even te rusten. Ik dacht dat je te laat zou komen voor het diner. Je bent erg lang weggebleven. We zijn verder gegaan dan we van plan waren. Maar ik ben toch in elk geval op tijd voor het eten. Nog maar een paar keer eten voordat we weer naar huis gaan, Arthur. Vind je het jammer? Ja, de tijd is voorbij gevlogen. Je hebt het wel naar je zin gehad, geloof ik, hè? Je had tenminste heel wat meer vertier dan in andere jaren. Ik weet niet of ik jou wel zo moet zien. Oh, het is altijd aardig om een kleine romance te hebben, als je het maar niet ernstig opvat. Ik vind dat je wel wat dikwijls bent uitgeweest met juffrouw Wilson, Arthur. Nee. Niet dat ik me niet vermaakt heb met het schrijven van mijn aanzichten. Maar het is toch een beetje een vreemde, eenzame vakantie voor me geweest. Spijt me dan. Maar u hebt er zelf op aangedrongen dat ik uit zou gaan. Ach, mijn moeder mag zich niet opdringen, Arthur. Het was ook zomaar een opmerking van me. Ik vind het helemaal niet erg. Het verwonderde me alleen een beetje dat je zo hard van stapel liep met juffrouw Wilson. Verwonderde? Ja. Ze kijken allemaal naar jou. Stel je beter maar voor. Ik ben een doodgewone jongen. Kom, kom. Niet zo bescheiden. Ja. Er zijn ook weer veel meer bikinis in dit jaar, hè? Ik zie wel dat jij er aandacht voor hebt. Persoonlijk ben ik niet zo dol op al die navels. Ik denk dat het nooit naar me opgekomen om een navel te laten zien. Het heeft een mooi gezicht, Arthur. Oh, dat mag ik wel zien. Ze zullen het wel doen om jullie mannen aan te trekken. Dat schijnt wel te lukken ook, anders deden ze het niet. Zouden ze niet doen om alleen maar mooi bruin te worden? Je bent soms wel erg naïef, Arthur. Waarom heb je nou je short niet aan? Je weet dat die je zo goed staat. Ik ben nog maar net terug van de haven, man. Met al die jonge meisjes die met hun navel lopen te fileren, mag jij toch op zijn minste knieën wel bruin laten worden? Misschien trek ik hem vanmiddag wel aan. Goed, Jip. En dan kun je meteen lekker gaan zwemmen. Ik heb gezien dat ze je vanmorgen achterlaat gaan. Wie?
zag dat ze dezelfde weg in sloeg als jij. Naar de haven. Hoe heet het nou toch? Dat weet je best. Dat meisje dat hier helemaal alleen is. Met die bril. Ik had meteen al in de gaten dat ze een oogje jou heeft. We hebben bij de haven een plaatje gemaakt. Oh. En vanmiddag gaan we wandelen naar de rotsen. Zo, zo. Dat noem ik pas hard van stapel lopen. Zit het gauw voor elkaar. Een record, hè. Ik zie wel dat ik van de week heel wat anders te versturen krijg. Zeg, want ik zeg toch niet dat ik de hele dag met haar uitga. Neem dan middag maar. Nee, ze vangen jou zo gauw niet, hè. Nog altijd een vrolijke vrijgezelle Alfa. Met heel veel vriendinnen, dat wel. Maar er is altijd nog de vrije jongen die niet van plan is om te gaan trouwen. Oh, ik zou best willen trouwen, man. Oh, nee. Dat zit in jouw karakter, Alfa. Je bent een echte, vrijgevochten jongen. Nee, jou slaan ze zo gauw niet aan de haak. Ik zou wel eens willen weten of ze ons kunnen zien. Ze willen wel. We staan voor hun aan de horizon. Wat zijn er ontzettend veel mensen op het strand. Wel duizenden, denk ik. Toch typisch dat je niks hoort. Ja. Daar beneden moet het een heksenketel zijn. Je begrijpt. De mensen die advertenties bijvoorbeeld. De mensen die ze bedenken. Kunnen toch ook niet echt zijn? Dat is echt een stokpaardje van me. Ik praat er soms met de meisjes over. Het is een soort zelfverdediging. Waar geef je eigenlijk les in? In Engels. Ik geef les in Engels aan meisjes die zingen. En dat de meeste bereid is niet van leren omdat zo'n jonge dames leren praten, hoe ik ook mijn best doe. En handelsbrieven schrijven zonder al te veel fout. En soms leren ze een beetje meer, de beste dan. En dan gaan ze naar de universiteit. Leren ze nog betere handelsbrieven schrijven. Of zo'n advertenties over sigaretten en de mooie duinen. Of ze halen een onderwijsakte en geven Engelse les aan een jonge dame. Ik praat nogal cynisch. Ah, wat. Zou ze de neiging gehad om ze door elkaar te schudden, om ze zich te laten realiseren dat ze bezig waren mummies te worden. Om ze te laten voelen dat ze werkelijk leefden. Zelfs tegenwoordig voel ik nog wel eens een enkele keer de neiging. Dan probeer ik het met een stukje poëzie. En dan zie ik die gezichten daar eens veranderen. Luister, Alfred. Ken je dit? Weef al uw kracht. Uw moed en al. Uw zoetste zachtheid tot één bal. En draag uw vreugden dapper voort. Tot aan de ijzeren levenspoort. Dat is van Andrew Marvel. Aan zijn bedeesde geliefde. Zing. Ik heb het op school nog gelezen, geloof ik. Maar zo heb ik het nog nooit gehoord. Vind je het niet mooi? Ik geloof het wel. Maar het is poëtisch, hè? Gewone mensen praten niet zo. Hoe bedoel je dat? Nou, die voelen die dingen niet zo aan, denk ik. O ja, toch wel. Als ze zich er maar voor openstellen. Ik bedoel, waarom zou een dichter of een model in advertentie alleen maar de beschikking hebben over woorden als hartstocht en vreugde? En nog zoveel meer. Echt niet. Zou je van uitgesloten zijn bijvoorbeeld als je een bril draagt en rode heet? Weet het niet. Helemaal alleen is.
met die bril. Ik had meteen in de gaten dat ze een oogje op jou heeft. We hebben bij de haven een plaatje gemaakt. Oh. En vanmiddag gaan we wandelen naar de rotsen. Zo, zo. Dat noemen we pas haak van stapellopers. Weet het gauw van elkaar. Een record, hè. Ik zie wel dat ik van de week heel wat ambtjes te versturen krijg. Zeg, want ik zeg toch niet dat ik de hele dag met haar uitga. Maar neem vanmiddag maar. Ze vangen jou zo gauw niet, hè. Nog altijd een vrolijke vrijgezelle Alfa. Met heel veel vriendinnen, dat wel. Maar het is altijd nog de vrije jongen die niet van plan is om te gaan trouwen. Oh, ik zou best willen trouwen, man. Oh, nee. Dat zit in jouw karakter, Alfa. Je bent een echte, vrijgevochten jongen. Nee, jou slaan ze zo gauw niet aan de haak. Ik zou wel eens willen weten of ze ons kunnen zien. Ze willen wel. We staan voor hun aan de horizon. Er zijn er ontzettend veel mensen op het strand. Wel duizenden, denk ik. Toch typisch dat je niks hoort. Ja. Daar beneden moet het een heksenketel zijn. Je begrijpt niet waarom ze allemaal op een kluitje blijven zitten bij de pier. Het strand hier beneden is praktisch verlaat. Ik wil mezelf met elkaar graag zien. Om elkaar ervan te overtuigen dat ze naar hun zin hebben. Zit je moeder daar ook? Oh ja. Je zit graag in een strandstoel midden tussen de mensen. Ga je altijd met je moeder op vakantie? Ja, dat hebben we altijd al gedaan. Ben je enig kind? Ja. Dat was ik ook. Zeg, vind je dus wie je heet? Ach, en ik heet Rhoda. Rhoda? Dat was de mooiste naam die mijn ouders voor me konden bedenken. Er is een tijd geweest dat ik niet eens opkeek als ze mijn naam noemde. Ik heb er dikwijls over gedacht om van naam te veranderen als ik eenmaal volwassen was. Ik had tegen jou best kunnen zeggen Mary of Charlotte of zoiets. Maar ja, ik heb me ermee verzoend. En je ouders dood? Nee, zo merk je dat. Ja, dat hebben we altijd al gedaan. Ben je enig kind? Ja. Dat was ik ook. Zeg, vind je dus wie je heet? Arthur. En ik heet Rhoda. Rhoda? Dat was de mooiste naam die mijn ouders voor me konden bedenken. Er is een tijd geweest dat ik niet eens opkeek als ze mijn naam noemden. Ik heb er dikwijls over gedacht om van naam te veranderen als ik eenmaal volwassen was. Ik had tegen jou best kunnen zeggen Mary of Charlotte of zoiets. Maar ja, ik heb me ermee verzoend. En je ouders dood? Nee, zo merk je dat. Niet dat ik ze tegenwoordig dikwijls zie. Ik zag mezelf net op tijd zo'n beetje een dienstmeisje worden, weet je wat? Ja. Ik vind dat je dat moet doen. Ik bedoel niet iemand als jij. Jij bent een man. Voor mij is het anders. Als ik er niet uitgegaan was. Van mijn eigen baan. Mijn eigen kamer. Zou ik het gevoel hebben gekregen dat ik niet leef. Het zou niet meer geweest zijn dan een boom in de tuin. Ja. Ik begrijp het. Jouw moeder lijkt me heel wat minder beslag op je te leggen. Ja, ze wil me mijn eigen leven laten leven. Dan heb jij geluk. Ja. En je... Je hebt geen neiging om eruit te gaan en helemaal op jezelf te gaan leven. Ach, ik weet het niet. Niet waar. Ik zit je heel onbeleefd uit te horen. Je houdt er geloof ik niet van om door een vreemde uitgehoord te worden over de manier van leven. Nee, dat is het niet. Ik probeerde na te denken.
Ieder jaar als we hier zijn, vind ik het leuk om er in mijn eentje op uit te gaan. Je hoeft hier maar even door te lopen. En je bent in een volmaakte wildernis. Beneden zie je geen mens. Je kunt net zo lang doorgaan dat je alleen nog maar zeemeeuwen ziet. Nog verder en je ziet helemaal niets meer. Niets anders dan de zee en de lucht. Dan ben je volkomen op jezelf. Het lijkt alsof er niemand anders op de wereld bestaat. Zou je eens een keer met mij naartoe willen? Ja. Maar dan ben je niet meer alleen. Dat is toch niet erg vinden. Ik heb erover nagedacht. Nee, ik zou het beslist niet erg vinden. Ik geloof dat het tijd wordt om terug te gaan. Maar ga een keer met me mee. Ja. Als je het graag wilt. Goed. Kwaliteit blijft toch een kwaliteit. Hoeveel jaren komen we hier nou aan? En het eten is altijd even net. Nee. Wil jij nog een stukje toer? Nee, mam, dank u. Ik zal vragen of het meisje nog wat brengt. Nee, mam, doe het nou niet. Ik eet het toch niet op. Goed, jongen, dan vraag ik het niet. Ze zitten naar ons te kijken. Wie? Bevalt me helemaal niet de manier waarop ze zitten te loeren. Wie dan toch? Zo hard, Arthur. Die hebben ze daar, in die hoek. Hetzelfde tafeltje hadden willen hebben. Ze hebben hun plaats ingenomen. Ach, wel nee. Ik weet het zeker. Ze weten dit tafeltje hebben, want jij hebt hier het beste uitzicht. Glimlach eens tegen de apen. Zag je dat? Ze hebben geen manieren. Ik kan me best voorstellen waarom ze dit tafeltje niet lang gehad hebben. Als ik me van nodig was, zou ik ook zulke mensen niet aan een tafeltje bij het raam willen hebben. Voorbijgangers krijgen een indruk van een hotel, Albert. Daarom wil mevrouw Nauwelijks graag dat wij hier zitten. Denk je dat ook niet? Wat? Ja, dat is natuurlijk. Ja. Ga je nog naar het strand? Ik denk dat ik maar even naartoe loop om te kijken. Ach, dat is een leuke. Wat? Dat aardige meisje, daar. Ik geloof dat ze naar jou keek. Ik geloof er niks van. Waar is ze? Ze ging net voorbij het raam. Je moet je ogen open houden, Arthur. Ze kijken ook allemaal naar jou. Dat bent u. Oh, je bent toch niet de eerste, de beste. Jongen, er zit nog wat thee in de pot. Nee, dank u, ik niet meer. Ik denk dat ik nog maar een kopje neem. Ze kijkt deze kant uit, Arthur. Wie? Je weet best wie ik bedoel. Wat zijn ze daar, in de hoek? Ik heb weer hierheen. Glimlachen, Arthur. Ze is helemaal alleen. Ik denk dat ze vandaag gekomen is. Ze ziet nog zo bleekjes. Nou zal ik tegen haar glimlachen. Zo. Gaat u mee een eindje wandelen? Oh, nee, nee, niet voor de koffie. Ik ga rustig in de lounge zitten om ansichtkaarten te schrijven. Je moet van mij geen last hebben. Ik loop je maar in de weg. Oeh, gaat u nou maar mee? Nee, ik hou het bij mijn aanzichten. Ga jij maar lekker wandelen naar de haven.